Oh, goedemorgen. We zijn vandaag in Rijswijk. En wij doen vandaag de battle basketbal. Oh, dat is toch jammer. Hey, hallo. Kijk, wij doen vandaag de battle basketbal. En verdorie, weet je niet. Daar heb ik vandaag heel veel zin in. Wat ben je doen? Ik werd vanochtend wakker en toen dacht ik heb zo'n zin in een battle inline skating. Ja? Ja. Doe volgende week. Waarom niet nu? Hè? Nee, goed. Dit gaat lekker. Toch weg. Ja, je raakt niet eens in dat cold water. Wel. Nou. Hier. Zouden we niet een soort van combinatie kunnen doen met dat inline skates en dan de basketbal en een handbaldoel. En dan noemen we het hand basket inline skateball. Dat is volgens mij. Maar Marij, dat is een nieuwe sport. Ja? Ik heb nu net een hele nieuwe sport bedacht, bedenk ik. Zullen we dat gaan doen? Ja, dat bestaat helemaal niet. Wat zijn zij aan het doen? Nou, het gezien ook. Hè? Wat zijn die mensen aan het doen daar? Zeg, zijn jullie nou onze sport aan het doen? Ja, het lijkt verdacht veel dus gaat op, op handbasket inline skateball. Dat gaat toch snel, hè? Deze sport heet rolbal. Nee, hij heet handbasket inline skateball. Nee, dit spelen we al sinds 2003. Dat komt uit India, dat heet rolbal. 2003? Ja, wij spelen in het Nederlands team. Oh, ja. Kunnen jullie dat ons leren vandaag? We kunnen jullie best wel een beetje rolbal leren. We gaan even naar een school. Gaan we kinderen halen? Gaan we kinderen ophalen? Komen we zo terug? Ja. Niet weglopen. Doe jij anders een blauw shirt dan? Hop. Vale. Kom. Oh, hallo. Hoe heet het hier? De gang. Ja, oh, leuk. Ja. Wij moeten naar groep 8. Dat is daar, hè? Kom deze kant. Wat een leuke school. Goedemorgen. Zijn jullie groep 8, A? Ja! Mogen jullie maar rijden? Hallo. Hey juf, hoe is het? Hi. Hi. Zijn jullie een beetje sportief? Ja. En jij, wat doe jij op sport? Dansen. Dansen, doe je stijl dansen? Nee, dus urban. Is het zo? Is het zo? Nee. Zit er bijvoorbeeld iemand op basketbal? Ja, ik heb zeg maar heel mijn leven gebasketbald. Kijk, dat is handig om te weten. Ik mag maar 2 meisjes en 2 jongens meenemen. We moeten vandaag Team Oranje verslaan. Ja! Ja. Ja. Zijn ze goed achter? Nee! Nee. Gaan we naar de gymzaal? Ja! Ja. We doen vandaag linkersoep. Dat betekent dat als je start zijn hoort, dan pak je eentje eraf en dan leg je die hier neer. En dan pak je daarna weer de andere. Ja. En zo loop je naar de andere kant. Fijn dat jij het voor doet. Ja. Ja, is dit gebeurd, moet je terug. Stel je bent aan de overkant zonder het vallen, dan geef je je andere blik geef je over. En als nummer 2 er ook over is... Heb je gewonnen. Dan heb je gewonnen. Niet eenvoudig. Nee. Ik zie jullie zijn een tactiek aan het bespreken. Ja, zo snel mogelijk en zo goed mogelijk. En niet te grote stappen. Tactiek? Nee. Zijn we er klaar voor? Ja! 3, 2, 1, go! Oh, daar gaat het voor B. Veel valpartijen. Oh, niet vallen! Ja. Een kleine stapje, dan kom je in een heel eind. En je moet natuurlijk ook kijken naar je tegenstander, want ja. Hier! Nou, hier is nummer 1 al begonnen. Ja, dit gaat goed, dit gaat lekker. Sen! 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 Kom op, jongens! Oh, ai, 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 ja. Ik hou hem vast in mijn... Ja, 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 kom maar. Ah, kijk eens, we zijn erbij, hoor. We zijn erbij. Voorzichtig! Ja! Ja, ik zie het. Kom maar. Ik hou van basketballen. Lisa en ik hou ook erg van basketballen. Ik ben Sam en ik zit op voetbal. Ik ben Javonte en ik zit ook op voetbal. En dit is mijn team, Blauw! Ja!
Ik ben Frank en ik zit op basketbal. Ik ben Diane en ik zit op schaats. Ik ben Romein en ik zit op voetbal. Ik ben Safira en ik zit op dansen. Dit is 8B van Boshart. Dit is Timo Rijs. Het is best wel een verrassing dat jullie meegaan. Had je het verwacht? Nee. Hebben jullie wel eens vaker samen ook gewerkt? Ja. Dus jullie zijn wel een beetje op elkaar ingespeeld? Ja. Zijn er nog andere dingen waarvan jullie zeggen, nou, daar ben ik heel goed in? Ja, ik kan wel ik kan ook wel voetballen. Skileren, voetballen? Skileren, voetballen, skileren. Oké. Wij doen vandaag rolbal. Ken je het? Nee. Ik ook niet. Heb je enig idee wat dat inhoudt? Nee. Wij noemen het eigenlijk liever handbasket, inline skatebal. Het is een beetje skielen, het is een beetje handbal, het is een beetje basketbal. Zijn we enthousiast? Ja. Zit de teamspeler erin? Ja. Dit gaan we gewoon doen, toch? Ja. Ga je er met me mee? Ja. Ik heb er nu al zin in, kom. De sport rolbal bestaat nog maar 20 jaar en is uitgevonden in India. Het gaat er vaak hard aan toe, maar er wordt ook volop gescoord. Zo, die zit. Dessel. Ja, hey. Dit is mijn team. Marlo. Marije. Hey Marije. Ik heb een team meegenomen. Ik vind alleen wel dat je niet helemaal matcht bij ons team, dus wacht even. Wil je die aantrekken? Is wel leuk. Ik filter voor oranje. Nee, wij zijn voor team blauw. Rolbal. Is dit een echte sport? Het is een echte sport, ja. Een rare sport. Ik heb er nog nooit van gehoord. Oké, wacht even. Dus basketballen, handballen, skileren in één. Je kan vallen. Ja, je kan vallen inderdaad, ja. Maar dan staan we gewoon op. Doorzetters. We hebben geen pijn. We zijn goed lachers. Pijn is een emotie. En die voelen wij niet. Waar zijn de remmen? Ja. Die remblokjes, dat mag niet tijdens deze sport. Ah. Dus, de eerste oefening zo dadelijk wordt, hoe ga je remmen? Hij is wel gestopt. Ja. Hij staat veel. Skileren, dat is... ik heb het niet zo vaak gedaan, maar ik ga het gewoon proberen. Hoe doen jullie dat? Ja. Goed hoor. En stoppen. Nou, niet gek hoor. Dit kan je oneindig oefenen. Ik ook nog steeds. Dribbelen. Nou, gaan we schieten. Oh. Veel pasen. Ja, goed zo. De dribbeltechniek zie je. Oh. Heel goed, Frank. Oh. Ja, jullie moeten verdedigen, hè? Oh. Schieten. Ah, achter je. Oh. Door. Oh, heel goed. Goede poging. Oh. Het is een leuke sport. Ik zou het ook vaker willen doen. Sommige onderdelen waren wel wat moeilijker dan de andere. Hier. Lekker. Oh, goed, man. Als Ron straks komt, doen we alsof we heel slecht zijn. Oké. Hij moet het gevoel hebben dat hij een supergoed team heeft en dat hij ons gaat inmaken. Nou, probeer maar. Ja, Sofia, jij mag gooien. Heel goed. Ja hoor, kijk maar. Oeh. Hij moet lager. Wow. Zo kan ik. Ja, slecht gooien. Beetje. Oh. Ja. Hey Ron. Hey, hoe gaat het bij jou? Ja, gaat eigenlijk heel erg goed. Ja, ik vroeg me af. Oh. Gewoon opstaan. Kijk uit. Maakt niet uit. Ja, wat wilde je zeggen? Kom, gaan we even kijken bij jou? Team? Nee, zou ik niet. Jawel, ik hoor. Nee, dan word je heel erg onzeker. Zo, hoe gaat het hier? Ja, ze doen het wel goed hoor. Wie heeft welke kwaliteiten? Nou ja, Frank die is natuurlijk al jaren aan het basketballen. En dat zie je ook wel vooral aan het dribbelen en het overpassen. Ja. En ja, de rest is ook, hè. Diane stond net hartstikke goed te keepen op goal. Dus die zou misschien ook wel een goal kunnen. Ja. Oké. Okay. En qua aanvallers bijvoorbeeld? Wacht, dit is de tegenstander of niet? Qua aanvallers bijvoorbeeld? Ik hoorde dat... we zijn allebei al heel sterk in de aanval. Ja. Ja, allemaal eigenlijk heel sterk. Oké. Okay. Ja. Succes. Ja. Ik zie jullie straks op het veld. Dank je. Ja. Kom maar. Oh, wat gaat ze doen? Wat een goal. Go. Bij de bal, vriend. Training ging goed. Ja.
Je staat nog, Sam. Ja. Dat is fijn. Ik dacht eerst dat we heel veel gingen vallen en dat het gewoon heel moeilijk was. Maar tot slot was het gewoon een hele leuke sport. En het is ook gewoon leuk dat je alles dan op één dag doet en zo. En dat je dan alles gelijk binnen één dag een sport kan. Gaat goed, toch? Ja. Ja. Dacht ik ook, hoor. Oké, de battle zo meteen. We weten wat we gaan doen. Hebben we nog een yell? Maak veel plezier. Denk aan je conditie, want dit is heel zwaar. Qua conditie is dit heel zwaar. Oh, er is een echte... Er is echte yell. Handbasket inline skatebal yell. Ja, en ja, eigenlijk is die wel meer voor Oranje, maar wij kunnen hem ook wel gebruiken. Nou, zijn we toegekomen aan de finale. Holland Rollands! Kijk. I like it. Hoppakee. Oké. Let's go! Welkom allemaal bij deze Battle Rollball. Het belooft een felle strijd te worden tussen oranje en blauw in deze doldwaze nieuwe sport. We gaan zo beginnen, maar eerst geven de coaches nog een laatste pep talk. Zijn we zenuwachtig? Een beetje. Oké, jij gaat op call. Het begint. Kunnen we daar nog iets aan doen? Nee. Vertrouwen in jezelf hebben. Jij nog tips, Wessel? Ja, meteen terug. En inderdaad, als hij aankomt vallen, ga je er gewoon tussen staan tussen hem en het goal. Plezier hebben. En rolbal is plezier ook heel belangrijk. Ik wil doelpunten zien. Oké. Je kan het, man. Wow. We scoren de eerste goal. Hey! En we zijn gestart. Blauw speelt de bal rustig rond. En oranje zakt even terug. Kom op, Sofia! Sam wordt daar goed de hoek ingedrongen en moet de bal terugspelen. Goed zo, ga ervoor! Jefonte heeft wat moeite de bal onder controle te krijgen, maar paast dan op Sam die vrij is gaan lopen. Hij gaat op de goal af en ja, ongelooflijk! Blauw scoort meteen. Wat een droomstart voor het team van Marije. Oranje mag uitnemen. Frank krijgt de bal, maar heeft gelijk twee blauwe spelers in zijn nek. Maar hij paast er aardig tussendoor. Blauw is duidelijk goed getraind in het vormen van een verdedigingsmuur en dat maakt het oranje heel lastig. Daar heeft Safira de bal te lang vast en dat mag maar 3 seconden namelijk, dus de bal gaat naar blauw. Heb je! Oh, daar staat Jefonte vrij. Oh ho ho, hij schiet hem op de paal. Daar komt oranje goed weg, zeg. Een slimme schijnbeweging van Diane en Sam gaat pardoes liggen. Oeh, net een te harde paas van Frank. Oranje heeft de bal weer en moet proberen door de blauwe muur heen te komen. Meza onderschept en gaat gelijk op het doel af. Wat een redding van doelman Romein daar, zeg. Oh, ik telde het doelpunt al bijna. Jefonte heeft de bal en begint aan een solo. Wat gaat hij hard, kijk. En een lopje. En een goal. Hij skate gelijk naar het publiek toe om het te vieren. En terecht. Dit was een prachtige, subtiele goal. Geweldig. Oranje moet nu echt wat verzinnen om in deze wedstrijd terug te komen. Oeh, wat een spin move. Dat zag er heel goed uit. Keeper Romein is inmiddels gewisseld met Diane en staat nu in het veld. Hij heeft de bal en zet gelijk een solo in. En hij is iedereen te snel af. En hij scoort! Oranje is terug in deze spannende wedstrijd. Het oranje publiek gelooft er weer in. Je ziet het. Dit hadden ze echt even nodig. Hey, dit ging super lekker, toch? Ja. Ja, er was één dingetje wat ons opviel. Ja, het enige wat beter kan is, denk ik, als we de bal verliezen, moeten we gelijk terug naar het doelskate om weer te verdedigen. Dit is jullie eerste wedstrijd. Dat gaat hartstikke goed ook, hè? Beetje verspreiden en dat muurtje, Holland, Holland! Nou, eens kijken of alle aanwijzingen in de rust effect hebben gehad. Romein wordt gelijk klemgezet door Sam. Oh, wat een mooie steekpas van Romein op Frank. En hij gaat alleen op de keeper af. Wat gaat er gebeuren? Jefonte houdt hem tegen. Maar ook deze redding mag er zijn, hoor. Knap gedaan. Oranje heeft de bal weer veroverd. En Romein schiet. Net over. Blauw neemt uit. Zij hebben nog weinig laten zien in deze tweede helft. Kunnen ze nu wat laten zien? Ik ben benieuwd. Goed samenspel daar. En Meza krijgt de kans. Oh, op de lat. Maar de aanval gaat door en Sam scoort! Een mooie afstandsschot, geweldig! Heel efficiënt van Blauw, 1 aanval, 1 goal in deze helft. Kan Oranje nu nog terugkomen? Ja,
Deze houdt de bal knap binnen en ze stuurt Nedda in de aanval. Muur te bouwen, gemaakt. Ze schiet. Oh, weer gered door Frank dit keer. En dat is al het einde van deze wedstrijd. Een compliment aan beide teams dat ze deze sport zo snel hebben geleerd. Maar de felicitaties zijn natuurlijk voor Team Blauw. Kom eens. Heel goed gedaan. Nou jongens, hartstikke gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Spat op, nou, kan niet helemaal, maar oh, ja, gefeliciteerd. Nou, volgende week weer een nieuwe battle en dan zien we wie dan weer gaat winnen. Dus ik zou zeggen, tot volgende week, Jan de Heer. Bye.